Ja, maar net voordat je begint, hè, nu kan het nog net, straks ben je natuurlijk les aan het geven. Ja, natuurlijk. Vertel dat Hamen Mol, die ken ik van de mooie foto's op Instagram. Ik gebruik ze heel vaak, of heel regelmatig. Maar ben je nou een beroepsfotograaf of niet? Nee, het is voornamelijk hobbymatig. Af en toe doe ik wel hier en daar een opdracht. Wel een betaalde opdracht, evenementen, dat soort dingen. Maar hoofdzakelijk is het fotograferen echt een hobby van me. Ja, ja. Nou, en nu zijn we in de mediamarkt, hè? Daar werk jij. En daar geef jij dus ook fotografiecursussen. Ja, klopt. En hoe werkt die precies? We hebben een workshop van 3 uur. Daar wordt eigenlijk uitgelegd hoe je je camera van de automatische stand af leert te halen. Hè? De meeste mensen kopen een dure camera en die staat in de automatische stand. Haal je mooie plaatjes uit, maar je haalt niet het maximale eruit. En in deze workshop leer je dus juist de camera handmatig instellen om je te begrijpen wat je doet. En aan de hand daarvan kan je dus meer uit je camera halen. En wordt het ook een leuker, creatiever proces om te fotograferen. En nou ben ik zo'n jongen die staat alles te doen met zijn iPhone, weet je wel. En daar kan je best veel mee, vind ik zelf. Maar ja. Is het ook geschikt voor mensen met een telefoon of is dit echt alleen voor mensen met een professionele camera? Dit is voor mensen met een camera die in staat is om handmatig, die handmatig in kan stellen. Ja, precies. Dus het hoeft geen professionele camera te zijn, verre van. Het kan al vanaf een compacte camera tot aan een professionele spiegelreflexcamera of systeemcamera. Maar het enige wat je moet kunnen is hem handmatig instellen. Ja, precies. Heb je dan ook nog een mooi certificaat of zo? Nee, je mag jezelf wel een schouderklopje geven. Dat je je camera handmatig kan instellen. En je moet vooral veel plezier hebben en op stap gaan en veel doen. Nou, ik ga even een heel klein stukje meekijken. Ik zou zeggen succes met je les en dank voor je toelichting. Oké, dankjewel. Hoe bent u dan bij de cursus terechtgekomen? Ik heb deze camera vorige week gekocht. Hier bij de Mediamarkt? Ja. Ik had een oude camera en die kon niet zoveel als deze camera. Dan heb ik het opgeoefend, een spiegelreflex camera, maar die was te groot. Dus ik wou een kleine camera kopen. En die zit wifi op. Ook makkelijk, ja. Alles. Je kan met je telefoon communiceren en dat soort dingen. Dat wou ik leren. En toen je kocht, toen zeiden ze ook van, je kunt ook terecht bij de Mediamarkt voor de cursus. Uitleggen voor de camera. Ja, nou ja, ideaal. Maar hier zit er ook eentje. Wat is dit dan? Oké. Die boven. Niet staan. Ik zal eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Hamen Mol. Ik ben die gesteld en ik ben ook gewoon een beetje het beste van uitgekomen. Ja, precies. En daarom ben ik hier. Wel, oké. Okay. Ja. Leren. Moet je het aanpakken, of dan maak ik een foto en denk ik, oké, ik moet even wat anders. Ja. Dus daarvoor. Als je eigenlijk iets meer wilt. Ja. En, ik heb 3 weken terug deze gekocht en ik zit er nu een beetje mee te rommelen en ik vind het wel echt superleuk. Ja. Alleen er zijn natuurlijk een paar dingen waar je al van denkt van moet ik dit aanpakken en wat je foto als je foto te donker wordt of zo, dat je dan weet wat je dan echt moet doen. Ja, precies, wat je daar aan kan doen. Ja. Ja. Het is wel erg veel allemaal. Erg veel, erg nieuw of? Ja, nieuw en de dingetjes. Dat je veel moet leren. Wennen aan het nieuwe toestel dan. Ja. Hoe ervaren fotografie? Nog niet zo lang, voor de winter ben ik ermee begonnen. Ja, oké. Het meest interessante vind ik, jij staat met de Sony, zij met de Canon, zij met de Nikon, weer een Canon. Wat we hier uitleggen, dat is een algemene uitleg, dat kan met alle camera's. Het enige wat verschilt is hoe je het op de camera's instelt. Maar de principes zijn bij alle camera's hetzelfde. Ah, oké, okay, dus helder. Zolang ze deze knop hebben. En die hebben ze allemaal? En die hebben ze allemaal, deze. Ja. Dan kun je, dat bedoelt het met handmatig instellen, dan kun je gewoon alles doen wat we hier gaan doen. Want het is inderdaad, als ik die boekjes zie, die zijn zo ontzettend dik. En dat zijn natuurlijk verschillende talen, maar Het is echt een studie om het helemaal onder de knie te krijgen. En al die functies die daarin zitten, die wisselen wel per merk. Maar we gaan eigenlijk alleen in op de basis die je nodig hebt. Dat zijn 4 standen. Dat hebben ze allemaal gemeen en dat kun je dus ook op elke camera toepassen. Nou oké, dan zal ik jullie nu verder niet meer storen. Veel succes. Okay. Dankjewel. Dankjewel hè. Oké, doei.